Hoe hard komt deze nederlaag aan? Nou, heel hard. Ik denk dat we niet hadden hoeven verliezen. Ik denk dat wij 80% van de wedstrijd de bal hadden. En dat eigenlijk gewoon echt een onterechte nederlaag is. Waar ligt het dan aan dat zij uiteindelijk toch met 2-0 van het veld stappen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, ze krijgen 2 kansen. 1 corner waar we niet goed staan. Einde van de wedstrijd. 1 moment in de eerste helft waarbij we niet goed staan. Verder ja, wij maken de kansen niet af die we krijgen. En ben wel. En uiteindelijk was je zo gefrustreerd over het niet afmaken van de kansen dat je zelf maar aanvallen op ging zetten en afronden die er helaas ook net niet in gingen. Nou, ik dacht, ik probeer het een keer zelf, maar het heeft niet geholpen, want ik heb ook niet gescoord. En het was juist ook een mooie mogelijkheid, aangezien Jong Vitesse verloren had, om daar weer dichterbij te komen. Ja, klopt. Het was mooi geweest als we vandaag hadden gewonnen. Dan kwamen we iets dichter bij Vitesse, maar we hebben nog genoeg wedstrijden om te spelen. En het kan allemaal nog. We kunnen ze nog inhalen en we kunnen nog steeds gewoon de competitie blijven en niet degraderen. Dus we moeten gewoon de volgende wedstrijd die we krijgen, gaan ervoor zorgen dat we punten pakken en gewoon blijven winnen. Want die 4 punten over 8 wedstrijden, dat is ook niet onoverbrugbaar. Nee, dat is zeker te doen. Ik heb alle vertrouwen dat het nog goed gaat komen. Dus